allemaal. Ik heb vandaag even een tussendoor shopblogje. Ik ben namelijk een paar dagen geleden naar de Action geweest. En daar heb ik wat dingetjes gekocht. Voor school, onder andere. En ik dacht, als ik nou een leuke school iets video maak of zo, dan vond ik gewoon leuk om te doen. Anyway, ik heb heel veel schoolspulletjes gekocht. Omdat ik volgend jaar, ik ga volgend jaar niet naar de middelbare. Ik ga volgend jaar starten met mijn nieuwe studie. Namelijk media management op op het Graafs Lyceum. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat en zo. Ik heb al dingetjes gekocht om mijn boek op te kaften, schriften, notitieboekjes, dat soort dingen. Dus kijk mee! Als eerste heb ik 3 rollen kaffepapier gekocht. Geen idee of dit genoeg is of te veel of weet ik veel wat. Maar ik zat zo met 2 rollen. Toen dacht ik, ja, misschien wel weinig. En als ik over heb, joh, dan gebruik ik het volgende weer. Maar ik vond deze turquoise minty kleur heel erg mooi. Ja, en dan heb ik nog een roze voor afwisseling. Het kaffepapier was volgens mij 55 cent. Dan heb ik een hele stapel schriften en pennen en dingen. Ik ga er even doorheen. Als eerste een paar schriften. Pennen bedoel ik. En schriften. 10 pennen. Ik heb heel vaak van de Action zo'n pak. En werkt prima. Er zitten een paar rode bij, een paar zwarte en dan de rest blauw. En dan heb ik 2 schriftjes roze en rood. Of het zijn er 4. 3 rood en 2 roze. Verder heb ik dan ook nog een groot lijntjeschrift en een groot ruitjeschrift. Ik weet verder niet zoveel wat ik nodig heb. Ik heb ook gewoon een schrijfblok. Maar ik vind het altijd wel fijn om dingen apart een beetje te houden. Dus vandaar. De schriften in het pakje waren 89 cent. De pennen waren 99 cent. En de grote schriften waren 39 cent. Dan heb ik ook nog zo'n hele makkelijke map. Dit is zo'n map waar je losse papiertjes in kan doen. En afgelopen jaren had ik heel vaak dat ik losse papieren kreeg of iets. En dat ik dacht, dit moet ik bewaren. Dit gooi ik in mijn tas. En echt aan het eind van de week of aan het eind van de dag soms al zag je dat hele papier niet meer. Want dat was helemaal verfrommeld om op de bodem terecht te komen van mijn tas. En toen dacht ik, ja, dat is niet zo handig. Stel, is het echt iets belangrijks, dan gaat het helemaal kapot. Dus ik heb een map gekocht, een heel dun mapje, gewoon A4. Gewoon super makkelijk waar je papier in kan doen. Het is zo lastig om terug te vinden wat was. Oh, die map was 79 cent. Dan heb ik mijn oude vertrouwde notebook weer. Dit is zo'n mega groot boek. Wat allemaal tabbladen heeft erin. En allemaal papiertjes die je los kan scheuren. Die was een 1,99. En deze heb ik elk jaar. Gewoon heel makkelijk. Ook gewoon om papiertjes bij je te hebben. Zeg maar blaadjes die je daaruit kan scheuren. Anders ga je weer in je schrift lopen scheuren en zo. En dat is natuurlijk ook niet handig. Verder heb ik ook notebookje. Notitieboekje. En deze wil ik eigenlijk gewoon bewaren voor to-do-listjes, boodschappenlijstjes, dingen om te onthouden, afspraken die ik toevallig niet in mijn agenda kan schrijven omdat ik die niet bij me heb ofzo. Tadaa! Dus deze met lijntjes. Heel makkelijk, heel leuk. Zo. En het notitieboekje was 1,49. Verder heb ik nog dit drinken. Caribbean Queen Ginger Passion Pineapple. En ik ga het nu even openmaken. Ik heb geen idee wat het is. Echt. Gewoon niet. Deze was 85 cent. Wow. Oh, het is lekker. Je proeft dat heel duidelijk. Al die fruitdingetjes, zeg maar. Fruit smaken. Super lekker dus. Ik kan hem even dicht doen. Ik ga hem nog even in de koelkast doen, want dat is denk ik lekkerder. Maar ook gewoon super schattig. Hallo, dit is toch leuk. En dit was mijn shopblog voor alle dingetjes die ik heb gekocht om voor school. Als jullie ergens dingetjes van willen zien of zo, als je zegt van nou, laat zien hoe je je boeken kaft. Ik weet dat Masha een how-to heeft online gezet. Ik doe het ietsje anders. Misschien wil je dat zo zien in de video. Of... Goed, anyway. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!